Zo, even weer een sfeerimpressie van ons huisje. Daar staat de auto. Dus Jeff even de koffers aan het inzetten, want we gaan helaas alweer weg hier. We hebben wel een geweldige tijd hier gehad. Nou, dit is het huisje. Ik weet niet of je hem zo goed kunt zien. Nou ja, huisje, zeg maar gerust huis. Helemaal door tot daar. Je ziet daar ook een schuurtje, daar links. Het bruine, daar slaapt elke keer een hertje onder. Dat is wel heel grappig. Nou, hier is de braaiplaats. Daar hebben we goed gebruik van gemaakt. En hier is dus, daar is de voederplek. Nou, nu is het even rustig. Net waren er echt, ik denk wel 20 apen, 3 zwijnen, een paar marmotachtig dingen. Fretten, weet ik wat het is. Heel grappig. Zo, nou hier hebben we ook regelmatig lekker gegeten. Even mijn schoenen uit en dan loop ik naar binnen. Ik zet even wel mijn schoenen iets meer aan de kant, anders wordt hij gejat door de apen. Nou, dit is dan het huisje. Tafeltje, plekje om te zitten. Hallo. Hallo. Mooie keuken met wat rotzooitjes nu, maar het komt omdat het aan het opruimen zijn. Zo, echt allemaal heel netjes hier. Voorraadkast. Nou, dit is onze slaapkamer van Jeff en mij. Nou, het ziet er gewoon allemaal netjes uit. Een badkamertje, wc, douche. Het is gewoon allemaal erg netjes. De slaapkamer en dan ook waar je dan op uitkijkt. Dit is het huisje en elke nacht heeft hier onder een hertje geslapen. Nu is er niet. Oh, daar is een aapje ineens. Ik weet niet of jullie hem zien in de boom. Oh, daar nog een. Kijk, dat is waar we dus op uitkijken. Dat is wel erg grappig. Zo. Nou, en aan die kant hebben we ook nog wat om uit te kijken. Ik weet niet of daar nog wat loopt. Nou, nu even niet. Nou, hier werden we al lekker gemaakt van de mooie foto's van de dieren. Die we hoopten ook te zien. En nou ja, we kunnen wel vertellen dat dat zeker al gelukt is. Ik vergat even dat er nog een bed stond. Zo, nou, dat is Tosca. Frits. We gaan even de koffers erin zetten. Dan lopen we even naar hier. Mooie grote koelkast, ook ideaal. Nou, en hebben we eigenlijk een beetje dezelfde indeling. Wc'tje, badkamertje en douche. En hier het bed ook. Daar is Tosca weer. Oh ja, oh, ik ga eens even kijken. Nou, hier, zij worden hier ook lekker gemaakt met alle foto's en dingen van wilde dieren. Je ziet er hier een aantal. En we moesten even kijken naar de hyena, want we wisten dus niet dat er daar zoveel verschil in zat. Even kijken hoor, welke hebben wij nou gezien? Deze oh, ja, gezien, die hebben we gezien. Dat was misschien wat mooiere. Ja, precies. En die hebben we nu ook, die was de lelijke. En dan heb je er nog meer inderdaad. Dat is er niet. Nou, even kijken waar hun op uitkijken. Misschien zit daar nog een beest ook. Nee. En hier ook even niet. Dus nu weer even stil. Nou, dat was de slaapkamer van Tosca en Frits. Dan nu gaan we even door naar boven. Daar is ook nog een hele ruimte. Zo. Ik weet niet of jullie het echt zien. Oeh, het is een beetje donker. Maar ik kan hem wel even het lichtje aandoen. Er staat hier zelfs een extra bed nog. Kastje hier, we lekker een keer een filmpje gekeken. Hele boeiende over het Kroegerpark. Je ziet ook heel grappig helemaal dat hout, dat riet. Nou, en hier loop je dan zo naar de veranda. En hier nog een impressie van de keuken. Nou, ik ga de veranda niet helemaal meer doen, want dan moet ik helemaal de deur open doen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Maar dat is ook wel grappig, want deze hebben we ook allemaal gespot. Nou, dat was het weer. Het was een erg leuke tijd dat we hier gehad. En nu op naar Mozambique. Doei!